Lieve mensen, goedemorgen. Het sneeuwt in Schiedam, daar moet je vreselijk blij mee worden. Ik ga u meenemen eventjes via de fiets door het schitterende landschap, want dat mogen we wel zeggen. Ik ben op het ogenblik in het begin van het Beatrixpark. Nou, u ziet het achter mij. Mooiere plaatjes kan je niet maken van de stad. Even voor de mensen die straks de deur uitgaan. U moet er rekening mee houden dat er tussen 10 en 12 straks vreselijk veel sneeuw gaat vallen. En ik zal u zeggen, dat is een mooi moment om naar Café Lokaal te kijken. Kijk en geniet van het schitterende Schiedam, zoals dat op het ogenblik te bezichtigen valt. Nou, we gaan langzamerhand, terwijl mijn handen eraf vriezen, gewoon rustig doorfietsen. Zo, daar zijn we weer. Ik moet u wel zeggen, het is vreselijk koud. Mijn handen vriezen eraf. Maar aan de andere kant, waar maak je dit nog mee? Wanneer is het zoveel? Ik zie hier een collega fietser aankomen, ook voorzichtig. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Kijk eens eventjes, lieve mensen, wat een plaatje. Dit is het Beatrixpark. Nou, ik denk niet dat het vandaag erg druk zal worden in de tuinhuisjes. Maar kijk en geniet. Want zoveel sneeuw zal er niet meer vallen. Nogmaals, voor de mensen die boodschappen gaan doen. Laat het doen als je niet goed ter been bent. Laat vooral de mensen eventjes voor je werken. Want ik zeg, het is vreselijk koud. En ik kan me voorstellen als je op leeftijd bent dat je daar geen behoefte aan hebt. Even mijn handen warmen, ben ik zo weer terug bij u. Zo, lieve mensen, we gaan weer verder op de fiets. Want Café Lokaal op de zaterdag wil niet alleen maar zeggen lekker binnen in het studiootje. Het wil ook eventjes laten zien wat er gebeurt. U ziet, ik zit even weinig bij de voetbalvelden. Nou, ik mag hopen toch voor die kleine jongens dat er vandaag niet gevoetbald wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat leuk is. Hoewel, je hebt altijd ouders die zeggen, daar worden ze hard van. Nou, ik zeg altijd maar, ze worden er koud van. Want zo leuk is dat niet. Beatrixpark in de sneeuw. Op deze ochtend, wat een rust, wat een oase. En zo zou de wereld er eigenlijk altijd uit moeten zien. Ik kan me voorstellen dat voor oudere mensen dit niet leuk is. Ik kan me voorstellen dat wanneer je door de sneeuw fietst, dat je denkt of loopt, nou, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar aan de andere kant, ik heb gisteren al op de Lange Haven voor de Korenbeurs 2 kinderen zien spelen. Ja, dat moet je maar meemaken. Beatrixpark, zaterdagochtend, nou wat zal het zijn, 9:15. Ik ga afsluiten, ik laat u nog even wat beelden zien. En dan is het aan u om vanmiddag lekker een sneeuwwandeling te doen maken.